President Chandrika Prasad Santokhi heeft samen met First Lady Melissa Santokhi Shinnetary de gigantische kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein aangestoken. De president zegt dat met de geest van kerst er hoop moet zijn in de samenleving. Het land verkeert de economisch zwaar weer en de druk zou voor veel individuen te zwaar kunnen worden. De samenleving moet zich voorbereiden op het afsluiten van het jaar en alles dat niet goed is gegaan achterwege laten om een goede start te maken in 2022. Positieve energie moet de voedingsbron zijn voor alle daden in het komend jaar, meent het staatshoofd. De First Lady zei dat zoals het aansteken van de kerstboom een mooi moment is, het een tijd is om hoop en geloof te krijgen dat het goed komt. Dus ik ben de werkgroep zeer dankbaar dat ze toch met alles toch wel iets hebben neer kunnen zetten. En we zijn verrast geworden door Carlijn, heb ik begrepen, met een heel mooi vuurwerkshow. Dus ik ben ze zeer dankbaar en ik hoop dat de samenleving hiervan kan genieten. Het is voor jullie gedaan door donateurs en sponsoren en natuurlijk in samenwerking met het instituut van de First Lady. Dus geniet ze. Bring your Christmas spirit, but remember, stay safe. En natuurlijk, be kind and share the love. Lobby. Mijn kerstwens is dat we allemaal gezond kunnen blijven. Dat we allemaal gezond kunnen blijven. Dat er ontwikkeling komt voor ons persoonlijk als individu. Maar ook voor onze naasten en het land. Het gehele land. Dus let's make it a wonderful season. En natuurlijk luiden we een fantastisch 2022 in. President Santokhi vertelde bijzonder trots te zijn op de commissie die samen met de First Lady ervoor heeft kunnen zorgen dat de voorbereidingen tot één fase rondom de opzet en versieringen een succes kon zijn. Shaike Maiku, eigenaar van Shaike's Light, wil niet kwijt wat de totale opzet hem heeft gekost. Toen hem de vraag is gesteld de boom op te zetten, heeft hij de kans aangegrepen om Suriname te bewijzen wat hij kan. Voor wat de veiligheid betreft geeft Maiku alle garantie dat de hoogste standaarden in acht zijn genomen. Vooralsnog weet hij niet als de boom volgend jaar weer wordt opgezet.